ergens had ik misschien in het verleden niet verwacht dat het zo heftig zou kunnen worden op sommige momenten. Het is niet iets wat iedereen zomaar kan doen. Want ja, er zitten gewoon een hoop risico's aan verbonden. Dat is ook de reden waarom ik onherkenbaar in beeld zit. Niet zozeer voor mezelf, maar meer voor mijn naasten. Ik wil de wereld een stukje veiliger maken. Ik wil zorgen dat het bepaalde spullen niet op de markt komen die invloed kunnen hebben betrekking tot onze kinderen, tot onze geliefden. Spul dat mensen kapot maakt, spul dat mensen dwingt tot zaken waarin ze eigenlijk helemaal niet moeten komen. Ik kwam in 2012 bij de marine in dienst. Aan boord van de Open Vies werk ik als kwartiermeester aan dek. Ik ben tevens bestuurder van de Frisk, maar ook navigator van de Frisk. Samen met mijn collega's, klein clubje aan boord, vervullen wij die taak. Om het zijn de onderscheppingen te kunnen uitvoeren in het Caribisch gebied. Waar moet je dan aan denken? Het zijn vaak drugsboten, ongeveer 10 meter, 12 meter lang. Snelle vaartuigen, veel drugs aan boord, veel brandstof om de oversteek te kunnen maken. Vaker zul je 4, 5 mensen aantreffen aan boord van die bootjes. Die eigenlijk snel van A naar B willen komen met een hoop contrabande aan boord. Kan van alles zijn. En die onderscheppen wij. Het zijn gewoon risicovolle banen. Voor ons, maar ook voor hun. Bewapend komen ze ergens voorbij varen. Dus ja, wat komt erbij kijken? Een hoop drugs, een hoop wapens, een hoop geweld. Afpersingen, bedreigingen, ja, noem het maar op, alles zie je voorbij komen. Het zijn tenslotte kartels waarmee we werken, zeg maar, en die we onderscheppen. Het zijn vaak mensen die worden gedwongen. De grote bazen die gaan nooit natuurlijk in zo'n bootje zitten. Ik heb wel eens mensen meegemaakt die tijdens een achtervolging aan het gebaren waren dat ze... Ja, dat ze heel graag weg willen, dat ze geen drugs meer aan boord hebben, dat ze alles al in het water hebben gegooid. Of dat ze schreeuwen dat ze kinderen hebben en dat ze dit doen voor hun kinderen. Dus het is vaak best wel triest om te zien dat eigenlijk die lui die je oppakt ook heel vaak gewoon heel erg down zijn. Omdat ze weten dat ze zwaar de lul zijn eigenlijk, omdat ze die boot zijn ingestapt. We hebben ook meegemaakt dat we echt daadwerkelijk motoren moeten kapotschieten. Disabling fire moeten geven op de motoren, zodat ze daadwerkelijk stil komen te liggen in het water. Ik denk 9 van de 10 man die wij oppakken, dat die er niet voor kiezen om dat werk te doen. En dat is het trieste eraan. Er is een hele hoop criminaliteit in die wereld. Er worden mensen omgelegd, familie wordt bedreigd. Ja, daar schuilt zoveel achter. En dat maakt het wel moeilijk, want ja, tuurlijk, ik geloof ze. En vaker doen ze het inderdaad ook voor hun familie. Mijn werk is die boot te onderscheppen, die lui op te pakken. En daarna ga je dan nog een keer over nadenken. En dan denk je, ja, best wel triest. Ja, tuurlijk maakt het impact. En mensen hebben tijdens het varen aan boten gehangen met golven ertussendoor. Geweld meegemaakt, gevechten meegemaakt. En blijf je met elkaar, met je kameraden, die eigenlijk je collega's zijn, blijf je erover praten. En elkaar steun bieden ook waar nodig, want ja, het is niet niks wat je af en toe voor je ogen ziet gebeuren. Ik ben wel iemand die helpt aan het probleem om het spul van de straat te houden. Een helpende hand bieden voor mezelf, maar ook voor de maatschappij.